Ik ben 20 jaar bezig met een project dat heet Cosmopolitan Chicken Project. Wat eigenlijk een project is waar dat we vanuit gaan dat het verbindingen maken tussen verschillende identiteiten altijd iets nieuws neerzet. En ik neem de kip als metafoor, omdat de mens en de kip nu eenmaal een tocht gemaakt hebben over de wereld, waardoor dat je kunt zien waar dat de mens overal naartoe geweest is. Ik denk dat kunst en educatie gelijk staan. Volgens mij is dat één en hetzelfde proces. Wij gaan er in onze systemen altijd maar vanuit dat het lezen en schrijven de kennis verrijkt en dat dat de communicatietools zijn waar dat we vandaag mee moeten werken. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat kunst ook een communicatietool is. Ik denk dat je een vak moet lanceren dat over diversiteit gaat. Ik denk dat dat zeker en vast een tool is die je moet hanteren. Waarom? Omdat dat een vak zou moeten zijn waar dat je alle protocols kunt doorbreken. Vandaag zien we dat heel veel zaken vastliggen in protocols. En dat komt omdat onze democratie zodanig veel regels ontwikkeld heeft dat onze vrijheid beperkt is in denken. En dat is heel gevaarlijk, want democratie zou juist onze vrijheid moeten verbreden. Als jij wilt in je dorp iets betekenen, dan moet je provinciaal denken. Als je wilt in je provincie iets betekenen, dan moet je nationaal denken. Als je wilt iets betekenen voor je land, dan moet je internationaal denken. En als je internationaal wilt zijn, dan moet je intercontinentaal denken. En wilt je daarboven staan, moet je cosmopolitisch zijn. De Cosmopolitische Hogeschool zou er voor mij uitzien als een spin. Dat wil dus eigenlijk zeggen, de eieren liggen in het midden van zijn body. En al de vertakkingen zijn allemaal maatschappelijke vertakkingen waarin dat de aparte leerstof gedoseerd kan worden. Maar de diversiteit zit in het midden. Daar komen al die systemen samen. En ik zie ook een universiteit die fysiek zo is. No risk, no glory. Dat is het principe van kruisen. En het risico is dat je daar goede elementen uithaalt en dat je daar slechte uithaalt. Het is de factor van de onwetendheid die je moet durven binnenlaten, die je iets nieuws geeft. Moving minds is het ondersteunen van, de kennis. Hè. En die op verschillende plaatsen durven uitbrengen en met elkaar durven verbinden. En niet verkrampt bezig zijn met het beschermen van ideeën. Als ik Moving Minds hoor, dan ben ik hoopvol. Dan ben ik hoopvol dat bepaalde protocollen kunnen doorbroken worden, zodanig dat er nieuwe systemen kunnen ontstaan.